Dat is nu de situatie bij het indraaien van de laatste bocht. El Ageny leidt nog altijd. El Ageny die heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats aan de buitenzijde. Zita Select dan volgt Blue Diamond. Continental Lane die verschijnt in gedeelde vierde positie. Met daarachter dan Dexter. Dan volgt Daisy Vakamstra met aan de binnenzijde daarvan niemand minder dan Daddy Cool. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Hebben nog zo'n 250 meter af te leggen. En nog altijd El Ageny met de kop. El Ageny met de koppositie leidt nog altijd. Aan de buitenzijde komt helemaal aan de buitenzijde Daisy Vakamstra. Zita Select en Continental Lane proberen ook nog een woordje mee te spreken. Maar het is vooralsnog El Ageny die leidt. El Ageny die gaat de koers in zijn voordeel beslissen. El Ageny is de winnaar op de tweede plaats. Daisy Vakamstra close tussen Continental Lane en Blue Diamond voor de derde plaats. Eerronde van de winnaars. El Ageny, Danny Brouwer. En daarmee winnen dus El Ageny en Danny Brouwer de Groningen Challenge Succeskwartet. Deze vijfjarige May van Virtual Boca uit Rosalind Pride. Gefokt door de familie Wiersma nog altijd in hun eigendom. En winnen hier in Groningen deze koers. Dat betekent het tweede bosje bloemen voor Danny vandaag hier in Groningen. 4 uit 4 dit weekend. Voorlopig het weekend van Danny Brouwer. Mooie zegen met El Ageny. Het ging hard in de koers en jij wou eigenlijk kosten wat het kost de kop hebben. Nee, ik wou niet kosten wat het kost de kop hebben. Arend zei ik neem de kop over en dan krijg je hem gelijk terug. Ja, als je hier aan kop ligt, dat scheelt natuurlijk een hoop. Het paard dat is behandeld, dat is vandaag beter dan dat hij ooit is geweest. En ik dacht eigenlijk dat ik nog een ronde moest, zo makkelijk zat ik. Zo makkelijk zat je. Uiteindelijk op toen je over de finish kwam, maak je toch wel even een zegengebaar. Want je had het dan toch niet helemaal verwacht. Nee, ja, kijk, er zijn een goede paarden in. Het paard, dat is, ja, dat loopt hier wel zijn beste koersen. Ik heb er nu 4 uit 4. Ja, dat maakt er wel wat los in. Dat, ja, ik mag nog een maand leerling zijn. Ik wil voor het kampioenschap gaan. Nu lukt alles. Ik heb ook tijden gehad dat ik 5 paarden reed. Dat er 4 sprongen en dat ik achteraan eindigde. Ja, dat nu alles lukt, dat is super. Hartelijk gefeliciteerd met de winst in deze Groningen Challenge Succeskwartet. De Groningen Challenge was een succes op Victoria Park en zal daar op 1 oktober opnieuw te zien zijn. En wellicht dat Danny Brouwer dan ook een paard kan sturen, dames en heren. Maar geeft u hem en El Ageny nu eerst een groot applaus. Beiden zijn gestart. Tiptronic BN begint als laatste en het is een strijd om de leiding. Daddy Cool aan de buitenzijde met André Bakker die de kop heeft genomen. Op de tweede plaats volgt Diola P en in derde stelling daarachter volgt dan El Ageny. Zo gaan de paarden de eerste bocht in waarbij El Ageny in het tweede spoor naar voren komt. Probeert de leiding over te nemen. Daar verschijnt ook de groen-geel gecirkelde buis van Arend Tevreden aan de buitenzijde. Met Blue Diamond in het tweede spoor probeert hij ook een gunstige positie in de front rank te krijgen. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Kijken we nog even naar de staart van het veld. Daar ligt Tiptronic BN los van de rest van het gezelschap en is op jacht naar aansluiting. Maar onze nieuwe leider is op dit moment Blue Diamond. Blue Diamond heeft een lengtevoorsprong genomen. Duurt niet lang, want El Ageny die komt met een contra-attack aan de buitenzijde met indraaien van de laatste ronde. Derde Daddy Cool in vierde stelling Zita Select. Vijfde aan de binnenzijde is dan Diola P. En zo gaan we de laatste ronde in. In zesde stelling volgt aan de binnenzijde dan Ben Hurry. Aan de buitenzijde Dexter met daarachter dan Borca Ling en die wordt gevolgd door Continental Lane, Daisy Vakamstra en nog altijd die achterstand voor Tiptronic BN en zo zijn we dan aan de overzijde van de baan waarbij El Ageny duidelijk een volle lengte voorsprong heeft, maar Zita Select komt in het tweede spoor nu naar voren, verschijnt naast Blue Diamond op een gedeelde tweede plaats. In vierde positie is het dan opkomen Dexter, helemaal aan de buitenzijde Continental Lane, aan de binnenzijde ligt Daddy Cool, daarachter is ook Daisy Vakamstra aan de opmars bezig, die worden dan gevolgd door Diola P, dan Borca Ling en laatste Ben Hurry. Dat is nu de situatie
situatie bij het indraaien van de laatste bocht. El Agenie leidt nog altijd. El Agenie die heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats aan de buitenzijde. Zita Select, dan volgt Blue Diamond. Continental Lane die verschijnt in gedeelde vierde positie. Met daarachter dan Dexter. Dan volgt Daisy Vakamstra met aan de binnenzijde daarvan niemand minder dan Daddy Cool. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Hebben nog zo'n 250 meter af te leggen. En nog altijd El Agenie met de kop. El Agenie met de koppositie leidt nog altijd. Aan de buitenzijde komt helemaal aan de buitenzijde Daisy Vakamstra. Zita Select en Continental Lane proberen ook nog een woordje mee te spreken. Maar het is vooralsnog El Agenie die leidt. El Agenie die gaat de koers in zijn voordeel beslissen. El Agenie is de winnaar op de tweede plaats. Daisy Vakamstra close tussen Continental Lane en Blue Diamond voor de derde plaats.